Als je kijkt naar het aantal punten per duel, dan moet hij Guus Hiddink nog een heel klein stukje voor zich laten. Maar als PSV nog een paar keer wint, dan is ook dat, heeft hij ook dat te pakken. Het is een soort tussenbalans. Cocu is natuurlijk nog niet klaar in Eindhoven. Maar ja, het blijkt dat zijn conduitestaat toch wel indrukwekkend is. Als je kijkt naar het aantal duels wat hij in de Eredivisie heeft geleid. En als je dat vergelijkt met het aantal andere coaches, hè, dus die allemaal 75 duels of meer hebben gecoacht, is Cocu eigenlijk gewoon de beste. En dat is wel heel opvallend. Hij heeft in ieder geval het hoogste winpercentage. En ja, als je kijkt naar het aantal punten per duel, dan moet hij Guus Hiddink nog een heel klein stukje voor zich laten. Maar als PSV nog een paar keer wint, dan is ook dat, heeft hij ook dat te pakken. Wat is het geheim van de coach Cocu, dat hij zo hoog staat? Ja, toch wel onverwacht hoge gemiddelde van dit jaar draagt ook wel bij aan die cijfers natuurlijk. Ja, het is ook wel zo, afgelopen jaar was het natuurlijk slecht, maar PSV haalde wel 76 punten. En dat is, ja, historisch gezien is dat niet eens zo heel slecht. Daarbij ook wel, daar had je een aantal jaren ook het kampioenschap mee kunnen pakken. En met name natuurlijk het seizoen 2014-15 met 88 punten. Ja, dat heeft natuurlijk heel erg dat record, of dat voorlopige record wat hij dan heeft, natuurlijk omhoog gestuwd.